en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik ga vandaag een home tour filmen en dat houdt in dat jullie eindelijk meer dan dit gaan zien. Ik woon nu in deze studio sinds 21 of 22 september. In ieder geval heel veel kijkplezier. Nou, dit is de voordeur waar ik dus binnenkom. Een klein halletje, maar ruim genoeg. Ik zie meteen drie deuren. De eerste deur daar heb ik eigenlijk wat rommeltjes. Een strijkplank, strijkbout, wat tassen, een spiegel. Maar daarnaast is een heilige kast, namelijk mijn kledingkast. Ik kan eigenlijk best wel veel in kwijt. Jasjes, jurkjes, rokjes, broeken, truien. En onderaan heb ik allemaal schoenen staan. Aan de deur zelf hangt nog een paar haken voor jassen, tassen. En aan de andere kant van de muur ook. Maar onder die kant heb ik nog op mijn schoenen wat hakken staan. Dan gaan we naar de badkamer. En die is niet heel groot, maar ik heb alles voor mezelf. Dus dat is gewoon super fijn. Gewoon een kastje met spulletjes en handdoeken. Dan is de douche en het douchegordijn. Die hebben jullie als het goed is in een vlog al gezien. Dus ja, ik weet niet. Ik vind mijn badkamer wel een prima badkamer. En wel mooi met de tegels, gewoon lekker wit en grijs. Ja, naast het halletje heb je meteen mijn keuken. En zoals je ziet heb ik echt een super toffe bar waar mijn vissen ook op staan. En dit is het beroemde branddeken van de IKEA shop nog. Ja, ik vind nog steeds dat iedereen zo'n deken moet hebben hoor. Ja, kastje 1, glazen en borden en kommetjes van Blond Amsterdam. Dat vind ik namelijk echt super leuk. Laden met bestek. En hier in het kastje heb ik super veel keukenapparatuur staan. Waarvan ik niet weet waarom ik het eigenlijk allemaal heb. Maar ik heb het. Ja, schoonmaakspullen. Ook altijd belangrijk. Hier heb ik wat bakjes en schaaltjes voor in de oven. En ook een heleboel mokken van Blond Amsterdam. Dan heb ik hier achterin zie je mijn killer messen van de Albert Heijn actie eerst. Hier heb ik de pannen en eten. Inmiddels zijn er een heleboel pannen bij. Ik heb namelijk driftig gespaard. Mijn theemachine. Die heb ik van mijn super lieve peettante gekregen. En daarnaast staat mijn koffiemachine. Die heb ik voor gasten, want ik drink zelf geen koffie. De koelkast die is praktisch leeg. Ja, ik weet niet, ik heb niet zoveel eten nodig. Al mijn visjes waren dat, dollar en vegels. Printer en de oven, altijd als ik de oven heb gebruikt, dan pak ik hem gewoon weer in. Dus ik gebruik hem wel hoor, maar ik doe hem steeds terug. Mijn vaatwasser met een vuile vaat. Snel weer dicht. Hier heb ik mijn plastic in. Dit is gewoon een leuk kastje papier. En daar de prullenbak. We doen namelijk al het afval scheiden. Vandaar dat ik een heel rijtje heb van rommel. Nee, achter de bar staat meteen mijn bed en wasmand. Die heb ik allebei zelf wit gemaakt. En het kleedje is van de IKEA. Nou, daar aan de andere kant heb ik een ladekastje met ondergoed, make-up en rommel. Nee, op een plankje heb ik camera, datum en de foto van mij met mijn opa. Dan komt mijn soul poster van Mappyville. Heel erg blij mee. En daarnaast een super leuk lampje. Die heeft mijn vader voor mij gemaakt. Heeft hij een lamp van boord meegenomen van de boot. En dan met een kabeltje eraan gemaakt. Nou ja, daarnaast mijn IKEA plant. En een beetje het living room area. Ja, het tafeltje en tv-meubel van de IKEA. Bank IKEA. Ja, waarom niet? Oh, de bank is een tweepersoon slaapbank met een groot opbergvak. Laat ik nu ook zien. Super, super, super handig. Dus er zijn al een paar keer mensen blijven slapen. Dus dat kun je helemaal uitrollen tot een, gewoon een echt grote tweepersoonsbed. Het kleedje dat ik trouwens hier onder de tafel heb liggen, komt van de Xenos. Aan de andere kant mijn bureau/eettafel. Het is officieel een eettafel, ook van IKEA. Ja, sorry hoor, ik ben gewoon een student. Echt, bijna alles komt van IKEA. Dus dit is een soort van overview van de studio. Oh, als ik er zo naar kijk, want ik ben er gewoon voice-over aan het doen. Dan denk ik gewoon, oh, het is zo mooi. Ik ben wel trots. Ik vind het wel leuk. Ja, dit is mijn balkon. Het ziet er niet uit. Ik moet het echt opknappen als het wat mooier weer wordt. Maar mijn uitzicht geniet ik wel echt van. Dit is namelijk de Watertoren van Tilburg. Ik fiets er ook altijd langs als ik naar school ga. Superleuk ding. En dit gebouw is echt zo mooi 's avonds. Ik maak even een foto en dan plaats ik die erbij. Maar goed, het balkon heeft een kleine opknapbeurt nodig, maar ik heb het in ieder geval leuk gemaakt met licht. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik woon hier in Tilburg, mijn studentenstad. Vergeet vooral niet te abonneren op mijn kanaal, want dat is heel gratis. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doeg!